Hey kijkers van mijn kanaal, de Stumps, en welkom bij een nieuwe Kit. Vincent, alles goed met je? Ja, kijk wat ik met je achtbaan heb gedaan, jongen. Mijn achtbaan? PIMP shit. Hebben wij een achtbaan dan? Glijbaan. Oh. Ik noem dit het glijbaanhoorntje. Ja. Ik zou eentje hier doen, dan is die compleet. Wow, het is best wel cool eigenlijk, ouwe. I'm not joking. Kijk eens vanaf de zijkant. Ja, maar is het ook realistisch? Ja, dat maakt niet uit. Okay, ik doe er wel een paal. Ik doe er wel een paal onder. Zo. Nee. Opgelost. Nou ziet het er niet meer mooi uit. Oké, dan halen we de paal weer weg. En welkom kijkers bij een nieuwe Tech Kit. Ik ben hier weer samen met Nina en Giel. Kit. Wat? Waarom lach je? Kit. Ja, Tech Kit. Ja, ik weet wel wat het is, maar het klopt zo leuk. Waar moest nog een blokje, zei je, bij de hoorn? Waar moest nog een blokje bij de hoorn? Nergens, die heb ik al geplaatst, jongen. Wil je er even niet mee bemoeien? Oh. De glijbaan lekt. Maar ik kreeg een idee, en dat ga ik nu uitproberen. We moesten met een bootje uit de... Succes, want als je één keer botst, dan is je boot naar de Galamoer. Ja, dat zeg jij. Dat zeg ik. Ja, maar dat zeg ik niet. Nou, is goed. Ik ga één bootje maken, ik ga kijken of het werkt. Ik heb één bootje, in mijn eentje, want ik ga in mijn eentje van de glijbaan, lekker puh. En dan ga ik kijken of het mogelijk is. Wat gaan we allemaal doen? Ik begreep dat we het clubhuis gingen afmaken. Ah, ik kan al eens niet met de boot er doorheen. We gaan het clubhuis afmaken, ja. Ik kan hier met de boot doorheen, dus ik ga er wel zwemmen doorheen. En dan voordat ik er bijna in ben, maak ik een 360. No scope, alles. En... grapje, want ik vlieg er vandoor. Oh, what the fuck. Sorry. Ja, maar... ik wist het, hij is kapot. Wat is kapot? Bootje. Nee hoor, dat waren sticks die ik bij me had. Oh ja. Wat gaan we doen, Giel? We gingen de clubhuis inrichten een beetje, hoorde ik. Ja, en ja, ik zou zeggen, vraag het aan Nina, want dat is onze gastvrouw bij deze episode. En ze heeft samen met Thomas het clubhuisje. Oké, dan luisteren. Ja, iets van banken of zo, stoelen om op te zitten. Ja, ga door. Televisies. Ja. Verder. Popcornmachines en al die aquariums en zo. Oké, okay, ja. Nou ja, als jullie aan het werk gaan, maak maar een stoel, dan ga ik meekijken. Is goed, ik ga een tv maken, ja? Ja. Waar ga jij nou een tv maken dan? Ja, dat mogen jullie bepalen. Hè? Waarom ga je naar beneden, in godsnaam dan? Omdat hier een inktvis zit. Ik heb Oh nee, laat hem zitten! Waarom kill je hem? Er zit er nog één. Echt? Oh, fucking cool, we hebben gewoon onze eigen inktvis in ons zwembad. Weet je hoe vet cool dat is? I'm not joking. Ik noem hem Willy. Willy de walvis. Willy de inktvis. De inktvis, sorry. Willy de walvis. Ja, hij valt weg van een walvis. Omdat hij 8 van die poten heeft en hij heeft een walvis ook op. Dus, oh, een walvis heeft ook echt 8 poten? Ja, wist je dat nog niet? Nee. Ja, nou ja, bij deze. Dan, hij heeft onder zijn buik heeft hij voetjes verstopt. Oh. Dacht ik, meld het je even, dan ben je ervan op de hoogte. Ah, oké, okay. Nee, is cool, want... Maar oké, laten we eens een trein gaan bouwen hierin. Wat? Niks, weet niet, hè? Waar had je het over, hè? Een trein? Fiets? Trein? Zijn nou deurbel? Ja. Oh, wat vervelend, Giel. Laten wij maar eens de dinges gaan maken hier. De is toch geen televisie? Hij is nog niet klaar. Oké, okay, LED-verlichting erin. Oh! LED-verlichting erin! Hij is nog lang niet klaar, dus als je er af zou willen blijven, zou ik het heel fijn vinden. Ja, is goed. Ik heb hem alleen wat LED verlicht. Dan, Nina, hoe gaan wij onze bankjes maken? Weet niet, van hout. Ja, oké, okay, is goed. Gewoon echt, hoe dan? Laten we nu beginnen met een hoekbank. We kunnen hier ook een relaxed sofa maken. Zo. Giel, je vermolt de LED-verlichting. Ja, de LED-verlichting is te duur voor onze rekening, dus...
Heb je nou... Waarom lopen daar creepers? Vincent? Waarom slijmen? Omdat ik die boeken wil hebben. Geef! Ik wil dat doen. Wie was er nou met de tv bezig? Ik. Goed zo. Waarom heb jij een gat in de muur grond gemaakt? Omdat dat een creeper was. Ah, echt? Ja. Er is helemaal niet eens een schilderij die 2 hoog is en 8 breed. Wel. Wie dan? 8 breed, ja. Ja, 4. Oh. Oh, wacht, dit ding is anders. Oh, shit. Heb jij waarom, dat? Waarom gebeurt er nou niks? Links in de hoek moet je in plaatsen. Oké, ga aan de kant dan. Er is er wel één, dat weet ik zeker. Wacht, we maken hem voor de zekerheid extra groot. Waarom nou weer extra groot? Nou, dat weet ik niet. Dan kunnen we kijken hoe groot de schilderijen zijn. Ja, geef eens aan mij één. Ja, jij doet niks. Ik ben de hele tijd bezig om die schilderij te plaatsen en weg te halen. Iemand die jat gewoon mijn schilderij de hele tijd. Ik niet. Sorry. Nu zie je. Hier, iemand jat weer mijn schilderij. Ah, hij hangt daar boven. Niet zo zeik. Ja, dat bedoelde ik. Iemand jat hem naar boven. Oh ja. Een hangslot is ook mooi. Ah! 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 Oké. Okay. Helpt dat? Misschien kan ik het doen. Nope. Wat is dit voor stom iets? Moet geluk hebben. Ja, hoeveel geluk? Heel veel. Zoals kijk. Dit. Kijk jongens! Wat vinden jullie van mijn tv-beeldscherm die ik heb gemaakt? Heel mooi. Hoe heb je dat gedaan? Zou ik hem eraf slaan? Oh. Nina! Oh, mijn schuld. Nina, waarom doe je dit nou? Jongen. Giel, kijk dan. Nina die staat zomaar op... Oh, wat? In één keer. No, dit kan niet! Fuck. Dit zijn hacks. Ik heb dikke hacks. Jongen. Zag je dat? Hij slaat gewoon één keer en het is meteen raak. Een report Giel voor hack hoor, mag van mij. Wat een hacker. Oké, ik ga slaps maken, Nina. Ja? Ja. Hoeveel zijn we er nodig voor de vette launch? Weet ik niet. Ik krijg Giel report voor hacker hoor. Doe maar. Voor hackflies en zo. Mag je doen, jongen. Is dit een lange launch zo? Ja. En dan? Dan moeten er nog. Giel, heb jij. Nee. Wat ja, jij gaat naar report, hè? Toch niet, doe niet zomaar bij jou. Doe je niet zomaar bij mij? Ik report jou toch ook niet zomaar? Wel waar. Nee. Voordat we beginnen elke match, report je mij. Ah, sorry hoor, maar dat doe ik niet extra met opzet. Oh. Ik ook niet. Bij mij gebeurt het elke keer pro gelijk. Oh ja. Waarom heb jij een slot op een box? Afblijven. Als je een beetje fantasie hebt... Lijkt dit op een speaker? Nee, dat lijkt op een button met een hangslot eronder. Nou, dan niet. Hè? Ja, dat! Maar dan, ik wil de rode. Vind je dat op een speaker lijken? Met GG. Oh. Ik wou op de button drukken. Ik kan nu wel op de button drukken. Let op hè, ik ga hem in één keer goed doen. Tada! Totje! Nu dan nog. Super freak! Maar nu hebben we dus een 1 tv. Ja. Met 1 box. Ja? Ja, de andere box staat ernaast, maar die moet ik nog even maken. Ja, oké, het begint er een beetje ergens op te lijken, Giel. Oh ja. Maar de launch moet ook nog aangekleed worden. Ja, het is jullie clubhuis, niet die van mij. Ja, nou dan is dit de launch. Tada! Allemaal applaus! Woe! En wat is dit? Een houten bank?
Nee, dit is de vertel. Dat doe je gewoon zo. En dan... Dan ga je liggen. Oké. Nee? Ja. Alleen jij staat. Je moet liggen, zei ik. Oh, wacht ik dan. Lag. Zag je dat? Ik ga er maar vanaf. Want anders... Ik ga liggen. Ja? Zo? Oh shit. Ik sloop alles. Oh, wat vervet. Vincent moet alles weer slopen. Hoezo sla je dat met een pickaxe? Met dit een is, pickaxe? Ja, dat is een bug van Minecraft. Deze dingen tellen nogal steen. Echt? Ja. Wat? Probeer wow. Ik had ook al door dat ik minder snel ging met hakken, met een bel. Ja, dat is oud, hè. Wow. Dat is allemaal oldschool, hè. Oh, dit was echt de meest random rare aflevering ooit. Maar toch allemaal hartstikke bedankt voor het kijken. Wil je meer weten over Giel? Check dan even de beschrijving. Daar staat zijn link naar zijn kanaal. Wil je meer weten van Nina? Check dan ook even in de beschrijving. Want daar staat de Twitter van de Dutch Storms Army. Yeah! Yeah! En mocht je dat allemaal gedaan hebben, weba. Zeg tegen jullie tot de volgende keer. Sorry voor de troll, maar ik vond het wel even een keer leuk om zo te doen. Ik zeg ciao!